Nigel, waar zijn wij? Frans. Nee, maar waar? In Frans. Vichy. 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 We in this bitch, toch? We in this bitch, motherfucker. Echt een Franse militaire oefenterrein. YOLO, YOLO. Sick, man. Helemaal live. Helemaal woud. Mensen worden direct boos van die opeens hele duo. Hoe zit het? Hele shit. Alles afgeslagen. Dat is ook een best lekker van. Maar dan de milde versie. Ik ben al rijk. Het zit in je hoofd, hè? Ja. Gewoon een mindset. Het vuur is te goed, het geeft weinig rood, want je weet het blijft niet.
Joep heeft dus gewoon een gebroken teen. En dan doet hij dus dit wel gewoon even. Naar die. Ja, ik weet dus niet of dat echt dat ding is, want dit is critical. Dit is ook maar 3. De wegen zijn nu gesplitst. Maarten, Joep en Niels zijn verder naar de 1000 meter top. Wij gaan toch weer terug naar beneden naar de auto. Want we hebben nog 3 uur licht en het is 3,5 uur lopen, geloof ik. Okay. Hier is Koop. En zo groot is de Sequoia. Beesten. Dit is waar en Niels slapen. Maarten setup. Sick as fuck natuurlijk. Niels de setup. Niels hier. Maar wat een uitzicht. Prachtig. Ik vind het mooi. Zelf wat eten kopen. Pasta of zo, weet ik veel. Iets voedzaams. Yo. Yeah.
vertel even waar we heen gaan vandaag. Nee. Oké. Nou, Maarten, Niels en Joep zijn nog op een berg ergens. En Joost, ik en Koop gaan nu naar... Hoef Alize. Dat is bijna 3 uur rijden. En dan gaan we daar even kijken bij een stoel, dan kunnen slapen die er in de buurt is. Hebben we zin in? België, Nederland. We out here walking. Walking in the woods. Surviving. Drie kilometer erop zitten. Uurtje of zo. Nog 6 uur te gaan. Oké, we hebben in ieder geval 20 kilometer gelopen en we hebben daar 7,5 uur over gedaan. We zijn nu al 7,5 uur aan het lopen. Onze benen zijn kapot.
volle 120. Goedemorgen.